Ja, dankjewel. Ik vind het hartstikke mooi om hier te mogen vertellen over een stukje Hollands glorie en maritieme trots. En dat is al eerder aangehaald, hè? Juist op deze plek waar de onderzeeboten werden gebouwd in het verleden. En ik neem u graag mee naar een project van vandaag. Een project dat we hebben uitgevoerd in de Filipijnen voor de installatie van een compressieplatform. Mijn functie bij Boskalis is verantwoordelijk voor Corporate Research and Development. En in goed Nederlands noemen we dat de innovatieclub. En innovatie is hetgeen wat dit project mogelijk heeft gemaakt. En dat wil ik u graag vandaag laten zien. Het werd al even aangehaald, hè? Boskalis, waar denkt u dan aan? Een baggerbedrijf, aanwezig over de hele wereld. Maar inmiddels is het uitgegroeid tot veel meer dan een baggerbedrijf, namelijk een maritiem dienstverlener. We zijn ook actief in offshore, olie en gas, maar ook renewables, hè, de windenergie. En daarnaast verrichten we ook havensleepdiensten en bergen we schepen als ze in nood zijn of als ze eenmaal gezonken zijn en ze moeten worden opgeruimd. Het verhaal van vandaag richt zich op het middelste gedeelte, de offshore energy en de installatie van een platform. Dat platform is nodig om een gasveld om de productie hoog te houden. Er staat al een productieplatform hier op de zee bij de Filipijnen. Maar dat gasveld dat begint leeg te raken. En daar moet extra druk op gezet worden om ook de laatste restjes gas eruit te kunnen halen. Daarvoor zal er naast een bestaand platform een tweede platform geplaatst moeten worden. Dat is op volle zee, 200 zeemijlen uit de kust. Dat is een gebied waar ook cyclonen voorbij komen. Kortom, zware werkomstandigheden. Dit is zoals de huidige situatie op de foto, het bestaande platform. En in het animatiebeeld, het tweede platform daarnaast, in de toekomst uit zal zien. Dus dat betekent dat we heel dichtbij het bestaande platform, een nieuw platform, zullen moeten plaatsen. Ja, hoe gaan wij dat doen en hoe gaan wij daar als Nederlands bedrijf een goede oplossing voor bieden, waarmee we ook onze internationale concurrentie kunnen verslaan? Hier hebben we een innovatief projectteam voor samengesteld. En dat is een groep mensen die bij elkaar gaat zitten en bedenken van ja, hoe gaan wij dit oplossen? Veel overleg voor nodig. Ook overtuigingskracht naar onze klant. Dit is de beste oplossing die wij te bieden hebben, die ook voor deze klant een goede optie biedt. En het is feitelijk, en daar heb ik de verbeeldingskracht van zo'n kind wat op het strand speelt en hier hele veldslagen laat gebeuren. Dat is hetgeen wat we nodig hebben in zo'n projectteam. Vakmanschap en samenwerking. Die drie elementen, dat brengt ons de oplossing die dit project gaat laten slagen. Ik neem u mee naar de verschillende fasen van zo'n project. Om zo'n platform neer te zetten, zullen we de zeebodem moeten voorbereiden. We maken het als het ware een stukje vlakker, we graven het een beetje uit. Om vervolgens daar in de tweede fase stenen op te storten. Die dienen als fundament voor het nieuwe platform. Dat nieuwe platform wordt ingevaren en vervolgens wordt het neergezet. En later wordt er een verbindingsbrug tussen de twee platformen gehesen. De gebruikelijke aanpak voor zo'n project is dat we daar een baggerschip voor inzetten, een transportschip voor inzetten, een hijschip voor inzetten. En dan weet je één ding zeker, dit project gaat nooit gebeuren, want dat wordt veel te duur. Het projectteam heeft daarom bedacht, zou het ook met één schip kunnen? Dat maakt het veel goedkoper en maakt onze concurrentiepositie ook veel beter. Dat schip is gevonden. Eigenlijk een heel eenvoudig schip. Oneerbiedig gezegd, gewoon een platte bak. Waar we de installatie op hebben geplaatst die nodig is om al deze taken uit te kunnen voeren. Vervolgens is het dek dus volgebouwd met een baggerinstallatie, met een stenenstortinstallatie en zelfs met een installatie waarmee we uiteindelijk die brug gaan inhijsen. Ik zal u dat stap voor stap laten zien. De voorbereiding van het zeebed op die platte bak
is een sleeparm gemaakt. En die steekt naar beneden. En wat bijzonder is, want ook uitdagend hier, is dat de grond niet gemakkelijk zand is zoals we dat hier in de Noordzee kennen. Maar er zitten ook harde stukken tussen. Daarom hebben wij een sleepkop ontwikkeld die dat gesteente kan snijden. En vervolgens in kleine brokjes op kan zuigen naar boven toe naar het schip. Omdat op het schip geen ruimte is om dat materiaal op te slaan, gooien we het een stukje voor het schip uit. Via een boegspriet gooien we dat naar beneden. En we hebben een filmpje van hoe die boegspriet is ontwikkeld. Want ook die boegspriet die moet ver genoeg reiken. Maar als we varen, dan moeten we hem inklappen. En dat doen we met één enkel liertje. En u ziet hoe aanschouwelijk innovatie kan zijn. Je kan het ook gewoon thuis doen. De familie die zit op de bank of de was te strijken. Uw kinderen die bouwen het in elkaar. En dit is verbeelding en vakmanschap. Technisch Lego met één enkel liertje. Je bouwt een boegspriet en die doet het werk voor je. Vervolgens gaan we de fundatie aanleggen. Normaal gesproken doen we dat met een valpijpschip. Dit is een betrekkelijk geringe diepte. We hebben het over een 40, 50 meter waterdiepte. En hier hebben we eigenlijk gewoon een hele lange buis gekanteld langs het schip gehangen. En daar gooien we stenen in. Weliswaar met nauwkeurige plaatsbepaling voor het schip. Zodat het op de goede plek terecht komt. En hier bouwen we 4 eilandjes met stenen waar straks de poten op geplaatst kunnen worden. Dan het invaren van het platform. Het platform zelf kan drijven. Dat wordt met sterke sleepboten, anchor handling tugs noemen we dat, wordt dat op locatie gebracht. Dat ziet u hier gebeuren. En dit zijn zeer recente foto's. Ik heb ze afgelopen donderdag ontvangen. Toen is ook de liftoperatie hier gebeurd. De liftoperatie gebeurt door de strand jacks die u aan de rechterkant ziet. Aan kabels te laten trekken en zo langzaam dit omhoog te laten, platform omhoog te laten komen. Dat is gebeurd door de firma Mammoet, ook een Nederlands bedrijf, ook een stukje Hollands glorie. Vervolgens, dan staat het platform op de goede plaats en nu moeten we het stabiel gaan neerzetten. Dat betekent dat we de fundatie gaan verzwaren. Dat doen we door ijzererts te pompen in de poten. En pompprocessen, u weet nog, Poscalis is een baggerbedrijf. Daar weten we van alles van. Nu gaan we dit niet met zand verpompen, dat is niet zwaar genoeg. We verpompen ijzererts. Ijzererts wordt in de poten verpompt. We hebben proeven gedaan om de juiste samenstelling van het mengsel vast te stellen. Hoe dat pompgedrag is. En dan sluiten we slangen aan, daar linksonder. Ziet u een aansluitklem die met een onderwaterrobot wordt geplaatst op een afsluiter in de fundatievoet. Dit is een prototype, dat hebben we met 3D-printer vervaardigd, zodat we met ons robotje alvast kunnen uitproberen om die aansluiting te kunnen maken. Dus u ziet hoeveel verschillende disciplines er nodig zijn om dit soort projecten mogelijk te maken. Dan komen we bij de laatste fase van dit project. Het inhijsen van de verbindingsbrug. Normaal gesproken wordt dat gedaan vanaf een hijschip. En die hijschip moet dan die brug op de goede plek houden. Nou, dat is best een lastige taak wanneer je daar als schip ligt te schommelen in de zee. Wij hebben gedacht van ja, misschien kan het ook andersom. Misschien kunnen wij die brug aanbieden en die brug dan stabiel houden. En dan vanaf de platformen gewoon oppakken en inhijsen. Nou, dat gaat op zich, is dat een goed plan. Maar dan zal je wel moeten compenseren voor de bewegingen die het schip maakt wanneer dat tussen de platformen ligt. Daarvoor gaan we gebruik maken van een Barge Master systeem. Ook een Nederlands product, nieuw product. En dat is eigenlijk een platform dat op 3 cilinders staat. En die 3 bewegingsmogelijkheden van het schip, namelijk het rollen, het pitchen en het dompen, dat compenseert. En op die manier wordt dat brugdek stabiel gehouden en het schip
maakt daaronder de golfbewegingen. Zo kan het platform de brug veilig overgepakt worden en tussen de platformen worden gehesen. En dat beëindigt dan dit project. Dat moet nog gebeuren. Dat is de laatste fase die binnenkort zal plaatsvinden. En dan hebben we weer een productief platform. Dus ik hoop dat jullie daarmee een beeld hebben gekregen dat er enerzijds heel veel techniek bij komt kijken om zo'n project mogelijk te maken. Maar vooral ook dat je al je creativiteit daarin kwijt kunt en dat het je aanmoedigt om ook aan dit soort activiteiten deel te gaan nemen. Dank u wel. Dank je wel, Sander.